Er zijn nog veel vragen over de mogelijke moord op een bejaarde vrouw in verzorgingshuis Huis de Hoeken in Puttershoek. De onderzoeken hiernaar lopen nog. Gisteren werd bekend dat een 21-jarige zorgmedewerker wordt verdacht van moord en 2 keer poging tot moord. Hij zou de slachtoffers zonder medische noodzaak insuline hebben ingespoten. De berichtgeving over de verdachte, wat heeft hij gedaan, wat heeft hij niet gedaan, dat is in handen van het Openbaar Ministerie en daar kan de burgemeester geen mededeling over doen. Maar dat zijn met name in het bijzonder, dat is ook heel erg logisch, dat dat de vragen zijn van de mensen. Wat is er nu in hemelsnaam exact gebeurd? Niemand heeft het kunnen voorzien natuurlijk dat zoiets kan gebeuren, hè? Of zou gebeuren. Je denkt altijd dat het ver weg gebeurt, maar het gebeurt ook, ja, zo zie je mij ook heel dichtbij. Maar ja, het is natuurlijk in en in triest. Het zou je moeder maar zijn. Maakt het u angstig voor in de toekomst eventueel? Nou, ja, ik denk het niet. Ik denk dat hij gewoon weer een beetje verder moet kijken, hoor. Het Openbaar Ministerie heeft het lichaam van de vrouw gisteren op laten graven op begraafplaats De Essenhof. Het Nederlands Forensisch Instituut doet verder onderzoek naar de doodsoorzaak. Ik hoop echt dat OM en politie de waarheid ook zo snel mogelijk boven tafel krijgen. Ook al in het belang van al die mensen die in Nederland in de zorg, in verpleeghuizen, verzorgingshuizen werken. Er zijn zoveel mensen die hun stinkende best doen. En voor hen is het ook gewoon heel erg pijnlijk wat er op dit moment in mijn gemeente gebeurt.